We zijn bezig met de laatste dagen van de zomer van 2021. En die dagen die verlopen rustig voor wat betreft het weer. Er waren zonnige perioden, maar niet overal vandaag. Want dit is een foto uit Groningen. Daar was over het algemeen veel bewolking aanwezig. Maar ook zonnige perioden, dus zoals hier bijvoorbeeld in Limburg. En dan zien we alweer de suikerbieten mooi opgestapeld liggen. Dat zal een beeld zijn wat we wel vaker gaan zien de komende tijd. Ja, zonnige periode en wolkenvelden. Op de satellietfoto is dat ook mooi te zien. We zien die bewolking die met name in het noorden en midden van het land aanwezig was vanmiddag. In het zuiden veel meer opklaringen, ook in het westen stralend weer. Dat betekende toch wel dat het per regio behoorlijk verschilde. Het was wel overal droog, want neerslag is er niet gevallen. En morgen zal dat ook het geval zijn. Ook dan blijft het overal droog. Een uitloper van een hoge drukgebied boven de Azoren die strekt zich uit richting de Benelux, richting Denemarken. En dit zorgt ervoor dat het rustig weer is. Storingen blijven op afstand. Er trekken alleen wolkenvelden voorbij. Morgen is dat het geval en ook woensdag zal dat zo zijn. Vaak is het dunne bewolking waar de zon dan makkelijk doorheen komt. Nou, vanavond ook rustig weer, staat ook niet veel wind en er zijn brede opklaringen, af en toe wat wolkenvelden die voorbij schuiven. En vannacht dan kan het flink gaan afkoelen. De temperatuur die daalt in de oostelijke regio's naar zo'n 4 of 5 graden. En het is zelfs niet uitgesloten dat in de Achterhoek bijvoorbeeld het misschien wel tot een graadje vorst aan de grond gaat komen. Dat zou weer voor het eerst zijn. Verder temperaturen iets hoger, met name in het westen 8 tot 10 graden. En er waait een zwakke wind uit het oosten en lokaal kan er ook wat mist en nevel ontstaan. Morgenochtend dan trekt die nevel vrij snel weg en dan krijgen we een beetje herhaling van zette wolkenvelden, met name in de noordelijke helft van het land. Ook een zonnige periode en de meeste zon in het zuiden. Dan wordt het zo'n 18 of 19 graden en dat alles bij een zwakke wind die een noordoostelijke voorkeur heeft. En de dagen erna, in eerste instantie weinig verandering. Woensdag wordt een mooie dag met flink wat zon. Op donderdag is er wel meer bewolking. Komt er ook een storing vanuit het noordwesten opzetten. Kan hier en daar wat regen gaan opleveren. Maar naarmate die storing verder naar het zuidoosten trekt, gaat de neerslag eruit en blijft het op de meeste plaatsen droog. 18 tot 20 graden wordt het. En vrijdag blijft het ook op de meeste plaatsen droog. Dan is het ook zo'n 19 tot 20 graden. En zowel donderdag als vrijdag kan het wel stevig waaien, met name aan zee.